Daniel. Tadaa. Welkom bij Circus Expert. Jongleerlingen zien er het beste uit vanaf de zijkant. Dan kun je ze het beste zien. Vanaf de voorkant zie je niet zoveel van de jongleerling. Maar ikzelf zie natuurlijk het mooiste uit van de voorkant. Dus soms wil ik toch mijzelf aan het publiek zo presenteren. En dan kun je bijvoorbeeld een trucje doen zoals flat front, waarbij de ringen toch naar het publiek toe kijken. En dat ga ik je uitleggen in deze video. En ik gebruik hiervoor vandaag de standaard jongleringen van Mr. Babash. Zo'n flat front gaat van één hand naar de andere hand en weer terug. En ik doe dat, ik vang ze met mijn handpalm naar boven en op de rand van mijn vingers. En ik gooi hem buitenlangs en op de rand van mijn vingers, op de rand van mijn vingers, op de rand van mijn vingers. En ik probeer mijn handen laag te houden. Ik vang ze niet hierboven al op en trek ze naar beneden. Dan heb ik veel meer tijd. Nee, ik vang ze pas als ze voorbij mijn schouder komen. Weer naar beneden, steek ik mijn hand snel erin. Dus niet hier zo met je duim vangen. Maar je laat ze zakken en kom naar beneden. Dan krijg je ook een veel ontspannender patroon, wat ik denk dat het mooier uitziet. Als je met twee ringen doet, dan gaat de eerste ring van achter naar voren. En de tweede ring gaat ook achterlangs, wordt gegooid en dan vang je hem voorop. Dus aan de achterkant gooi ik mijn ring voor de volgende langs. Dus we kunnen best wel vanaf dezelfde plek. Ik hoef niet er buitenom, zoals je bij bijvoorbeeld jongleerballetjes doet. Dus je gooi ze buitendoor of binnendoor. Nee, ik gooi hem naar de achterkant, gooi ik hem langs. Achterkant, achterkant, achterkant. En als het goed gaat, pak ik natuurlijk drie ringen. Ik heb één vinger ertussen om ze uit elkaar te houden. Ik gooi de binnenste ring als eerste. Nee, sorry, ik gooi de buitenste ring als eerste, degene aan de voorkant zit. De buitenste ring gooi ik achterlangs, 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 achterlangs. En ik vang ze elke keer in het midden. En dan kan ik zelfs er tussendoor kijken naar de camera, terwijl ik aan het jongleren ben. Als ik ze hier gooi, dan wordt het een hoger patroon. Het doet zeer allereerst. Het doet zeer aan het stukje huid tussen mijn duim en mijn vingers als ik verkeerd vang. Maar ook het wordt een beetje een chaotisch patroon waarbij mijn handen heel veel bewegen. Hier kan ik veel beter bij ontspannen en kan ik ook veel beter bij naar voren kijken. Dus nog één keer flat front cascade. Speciaal voor jullie. En een leuke variatie, als je het een beetje kan, is dat bij het vangen ik nog een keertje mijn vingers open hou, zodat hij een rondje draait, voordat ik weer opnieuw doe leren. Dan gaat het over alle vier mijn vingers heen, doe ik een soort van een vingerspin. Dus nog één keer met de spin. Dus dat zijn flat fronts met jongleringen.